Niemand hoort jou. Jij hoort me toch? Ja. Ja, hoezo? Voor de camera. Ik heb even die losse microfoon erop geknald. Zo, goedemorgen. Mijn naam is Edi en ik ben met de motor onderweg. En ik heb Ellen achterop en die horen jullie deze keer niet. Zoals jullie kunnen zien gaat op dit moment het scherm omhoog. Helaas zit dat zwarte ding nu precies in ons gezichtsveld. Laat ik daar nou niet over na hebben gedacht. Helaas. Voor een kort ritje vandaag. Kijk nou toch eens mooi. Ik weet niet of mijn camera dat oppakt, maar wauw. Even de handen warmen, dus we gaan hier even aan de kant. Kijken of we hier een bakje koffie kunnen scoren. We zijn even gestopt en we hebben wat handschoenverwarming geregeld voor El. Was een beetje nodig. Hallo? Hallo? Niks meer. Oké, het volgende. Ik heb geen intercom meer. Ik heb geen stroom op mijn navigatie meer. Ik heb geen richtingaanwijzers meer. Mijn zwaailampen doen het niet. Deze deden het ook niet. Dus ergens is er iets gebeurd wat ik niet zo leuk vind. Maar ik weet niet zo goed wat. De toeter doet het wel. Dus dit is wel een dingetje, zeg maar. De navigatie laat dus niet meer bij. Zo, meestal zien jullie mijn gezicht niet. En deze al helemaal niet. Mijn intercomsysteem is ermee uitgescheiden. Wat eraan is, weet ik niet. We hebben pech gehad onderweg. We zijn even de vluchtstrook opgedoken. Ik zal daar een kort stukje van laten zien. We staan hier nu in Drachten. We zijn hier een tag wezen halen. Een tag, daarmee bedoel ik een... dat loopt via een site waar ik me heb aangemeld. Ik zal het even laten zien. Wacht even. Ik denk of dat zo lukt. Dat... Daar is de tag, dat is dat schip. En iemand heeft dat dus op het forum gezet. Op het forum doen we een spelletje. En wat je dan moet doen is die foto die gepost is gaan zoeken. Als je die gevonden hebt, rijd er naartoe. Maak je een foto van jouw motor met het object op de achtergrond. Dan plaats je ook meteen de volgende foto. Dus ja, je rijdt er naartoe, je post de foto en meteen ook de foto van het volgende object. We gaan terug naar Leiden zonder knipperlicht en dergelijke. Ik ga de kaars verwisselen en dan gaan we gas geven. Dus. En Ellen zit er ook op. Net de sirenes van Rijkswaterstaat. Die zijn met Prio 1 onderweg naar, ik vermoed, deze aanrijding. Kijk eens wat de schade aan deze mini. Wow. Verderop staat de andere auto. In de Randstad heb je files genoeg. Daar heb je als motorrijder veel voordeel bij. Hier gaan we dus eventjes tussen de file door.
Zo, we zijn thuis. Verkleumd, koude handen. Ondanks de magna's. Eentje is er overigens bijna leeg. En ik heb het wel een beetje gehad. Goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Hoi je.